Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en het is echt een verschrikkelijk druilerige dag vandaag. Ik word er niet heel blij van. Het is super koud, dus ik heb maar gewoon lekker een kolletje aangedaan. Ik heb inmiddels een setting gemaakt, want ik ga zo mijn nagels doen, dus ik denk ik zal een stukje daarvan filmen. Ik heb een lange to-do-list, ik heb er al een aantal dingen van gedaan. En ja, het is een dagje binnen denk ik, alleen het hoogst nodige buiten doen omdat ik de hond uit moet laten. Maar ik word hier echt niet blij van. Ik las zelfs dat we morgen windkracht 10 gaan krijgen. Nou zitten wij niet heel erg ver van de kust af. Dus heel benieuwd. Dus ik ga ook de tuin vanmiddag of eind van de middag stormproof maken. In de hoop dat er niks wegwaait. Als het morgen daadwerkelijk hard gaat stormen. Ik moet nog een aantal dingen doen voor het editen. Voor de video die morgen online moet. Ik moet nog een stukje tekst inspreken. Dus druk. Al ben ik de hele dag thuis. Kijk, dit is de to-do-lijst waar ik vandaag mee bezig ga. Nou, waarschijnlijk dat stuk lopen met Chester wordt alleen het hoognodige. Maar we zullen zien wat we vandaag af gaan krijgen. Ga snel beginnen. Let's go. Nou, we gaan de nail polish van de etels gebruiken. Wattenstaafjes van de kruidvat. En dan gaan we eens kijken of het er makkelijk vanaf gaat. Wat knap als je het dan afhaalt of een drapje, ondanks dat je het gedoucht hebt onder je nagels hebt zitten. Want dat wordt er even nagellak natuurlijk eigenlijk super vies. Omdat je gewoon niet ziet hoe schoon je nagels zijn. Ik ben heel benieuwd wat jullie op zo'n dag doen als vandaag. Als je dan heel de dag binnen bent. En het is van het nare weer buiten. Het stormt, het regent. Je kunt ook allerlei huishoudelijke klusjes doen. Maak jullie ook to-do-listjes. Of neem je dan ook een soort van me-time? Vorige week hadden we natuurlijk een paar dagen mooi weer. Gisteren ook. Dus ondanks het druilerige weer. Gewoon lekker vrolijk kleurtje erop. En wederom 89 cent van de Big Bazaar. Budget tip! Trouwens, vrijdag naar de kapper gaan. Nou, dan moet ik op de fiets. Ik zal een beetje inzoomen. Moet ik dus op de fiets. Nou, aangezien ze vanmorgen windkracht 10 opgeven, in ieder geval windstoten tot 130 km per uur, heb ik zoiets van, moet ik dat wel of niet doen? Ik kan ook gaan lopen. Als ik ga lopen, dan loop ik een half uur over. Nou, heen vind ik dan nog niet zo'n probleem. Maar terug, dan zit je haar leuk. En dan, maar ja, jongens, wat zou ik doen? Zou ik een stuk korter gaan? Ik moest het laten groeien van mijn kapster, omdat ik zelf mijn pony had geknipt. Nou, kreeg ik faliekant op mijn falie. Maar nu is dit bijgegroeid. En ik moet zeggen, als ik het zo stel heb, vind ik het eigenlijk best wel leuk. Dus misschien dat ik dit model er wel in hou. Maar dan net iets korter. Zodat het een beetje meer naar elkaar toe kan groeien. Ik krijg hier altijd van die bobbels. De ene keer zit het heel plat, de andere keer staat het zo wijd. Dus, maar ja. Oh, kijk, het is glanzen, jongens. 89 cent. Zo blij mee. Maar ik ga met de hond naar buiten. En dan zie ik jullie later. Waarschijnlijk als een verzopen katje. Ik ben met de hond buiten geweest. Helemaal white. Getverderrie, wat is het koud zeg. Willem was zojuist even hier. Die is even op de terugweg vanuit Amersfoort. Dus die heeft hier een bakje koffie komen doen. Ik heb voor mezelf lekker pizza in huis, dus geen problemen. Ik hoef niet de deur uit om boodschappen te doen. Dus ook niet aan te raden met het weer op de fiets. Ik denk dat ik binnen 500 meter buitenaan over mijn stuur hang. Maar dat terzijde. En wat ga ik nu doen? Ik ga nu in ieder geval een bakje thee zetten, want ik heb echt ijshanden van het even buiten lopen. Kijken of er misschien wat leuks op YouTube staat, of dat er wellicht iets op televisie is. Nou, je hoort, het piepje is er nog niet uit. En hij is er nog steeds erg blij mee.
Zelfs die hebben het koud. Lekker tegen elkaar aan. Vest van mij gepikt, ingepikt. Vinden ze helemaal geweldig. Die is helemaal blij. Nou, zoals jullie kunnen zien, ik ben helemaal klaar met mijn to-do-list. Er zijn nog een aantal dingen bijgekomen. Ik moest nog een aantal thumbnails maken en ik moest nog wat muziek uitzoeken. Nou, ik heb inmiddels staat die te uploaden. De vlog van donderdag die is ingepland van morgenochtend. Thumbnails gemaakt vanmorgen voor de Action Shop blog. En de muziek waren uitgezocht. Maar hop, ik ben super blij. Hebben jullie ook altijd zo'n lekker gevoel als je alles weg kan strepen van je to-do-lijst? Het is toch wel stimulerend, vind ik, om dat te doen. Het heeft toch wel iets om een lijstje te maken en dan aan het einde van de dag te kunnen zeggen... Yes, alles is klaar. Nou, ondertussen heeft de jongste ook het vlog, geloof ik, uitgevonden. Die heeft afgelopen zondag heeft hij heel veel met die kleine camera van mij rondgelopen. En nu kreeg ik een WhatsAppje of die maandag deze, waar ik nu mee film, mag lenen. Omdat hij op school het een en ander wil doen. En dan geeft hij wel aan dat hij er super voorzichtig mee wil zijn. Maar ik zit nog een beetje te twijfelen. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Maar daar zal ik het vanavond nog even met Willem over hebben. Wat ook heel leuk is, is dat vanavond bij Jinek helemaal Marco is. Dat is de baas van Max Verstappen. Daar gaat hij praten over Max Verstappen, over zichzelf en over het nieuwe seizoen van de Formule 1. Nou, wij zijn hier in huis echt een heel groot Formule 1 fan. Niet vanaf het moment dat Max meedoet, maar gewoon echt, we hebben zijn vader nog zien racen. Ik heb, dat klinkt misschien heel cru, Ayrton Senna zien verongelukken. Dus we kijken dat echt al heel veel jaren. We waren ook mega, tenminste ik was mega fan van Ayrton Senna. En ik kan ook niet wachten tot het 26 maart is, tot de eerste race weer gaat beginnen. Dus als ik dan hoor dat er dus iemand zoals Helmut Marko bij een praatprogramma zit, dan zijn wij van de partij vanavond. Nou, verder weinig wat ik moet doen. Mijn upload op YouTube is inmiddels gedaan. 8:30, 9:00 is Willem weer thuis. En ja, dan gaan we gewoon lekker bank hangen. Lekker rustig aan doen. En ik ga zo nog wel even wat editen. Ik moet nog even een paar dingen. Ik wil nog even twee oude vlogjes wil ik editen. Zodat die ook online kunnen van het weekend. Want ja, het is natuurlijk zo wat ze zeggen. Je moet consequent uploaden. Wil je gevonden worden. En dat probeer ik ook aan te voldoen. In ieder geval elke dag een vlog. Dus nu consequent. Al valt dat niet mee als je thuis bent. Dat moet ik wel zeggen. Het is natuurlijk vandaag echt heel slecht weer. Dan denk ik, ja, wat ga ik dan weer doen? Dan denk ik, nou, weet je wat, dan ga ik dus inderdaad... mijn nagels moest ik sowieso doen. Ik denk, dan gaan we dat filmen. En ja, het merendeel was dan toch praten. Een beetje de beesten en de dieren. Als dadelijk het weer mooier wordt, ja, dan is het ook wat makkelijker om naar buiten te gaan en leuke dingen te doen. Maar ja, het is nu bijna 6:30. En ik ga lekker die pizza in de oven gooien. Lekker happy eten. Ik denk dat ik bij deze gewoon alvast de vlog af ga sluiten. Ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. Geef een blauw duimpje als je het leuk vond. Abonneer als je niets meer wil missen. En aangezien ik niet weet wanneer jullie dat kijken, zeg ik fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot volgens.